Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken coquilles gehaard in de schelp met pompoen. De ingrediënten: coquilles in de schelp, pompoenpuree, spaghetti van pompoen, gehakte pindanoten en uieringen. De oven die hebben we al voorgewarmd op 200 graden, dus die staat eigenlijk al klaar. Nu nemen we een ovenschotel, grof zout opdoen. We gaan dat grof zout opdoen. Waarom? Omdat we eigenlijk dan mooi zo de coquille schelp dat mooi kunnen inplaatsen. En als je dan eigenlijk zo dat in een oven zet, gaat dat eigenlijk niet gaan weglopen. Dat blijft dan mooi in staan en dat is ook heel mooi decoratief. Kruiden met peper en zout gaan we besprenkelen met olijfolie en die gaan we haren in de oven gedurende 6 minuutjes. Voilà, we zijn hier 6 minuutjes later. En je ziet, de coquille die is mooi gehaard, lichtjes elastisch. Die gaan nog van binnen half rauw zijn, half gebakken, mi-cuit, dat we zeggen. En dat is eigenlijk ideaal en perfect. Nu gaan we wat pompoenpuree nemen. Dus pompoenpuree die hebben we al gemaakt in een vorige uitzending. Die vindt u terug op firstclass.tv. Spaghetti van pompoen, die hebben we ook al gemaakt. Die gaan we aankruiden met peper, wat zout en wat limoensap. Een klein beetje olijfolie. Die gaan we mooi mengen. Met uieringen. De frituurde uieringen erop. Een brande pindanoot. En we gaan de coquille nog een klein beetje afwerken met wat mosterdsla. Voilà. Coquille is gehaard in de schelp. Met wat pompoenpuree. Spaghetti van pompoen, frituurde uieringen en pindanoot. First class, smakelijk en tot de volgende keer.